Politie grijpt in bij klimaatblokkade rebellion in Den Haag. Honderden klimaatactievoerders zijn vandaag rond het middaguur de A12 in Den Haag opgelopen om daar een blokkade te vormen. De actievoerders van Extinction Rebellion, XR, liepen de snelweg op ondanks waarschuwingen van de politie. Actievoerders worden opgetild door de politie en in een busje gezet. De Utrechtse baan, bij het ministerie van Economische Zaken en het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer, is voor verkeer afgesloten in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid, meldt de politie. Demonstranten worden door de politie opgeroepen om naar het Malieveld te gaan, maar ze geven daar geen gehoor aan. De politie spreekt mensen op de weg aan en waarschuwt dat ze worden aangehouden als ze niet vertrekken. Een groepje mensen heeft zich aan elkaar vastgemaakt via een speciale constructie. Ze zitten gehurkt op de weg. Ook zijn twee actievoerders in een puin geklommen. Langs de zijkanten van de weg en boven de tunnel staan veel toeschouwers die de mensen op de weg aanmoedigen. Er wordt muziek gemaakt en er is veel rook te zien. Er verzamelen verschillende groepen rond de snelweg, het Malieveld en het tijdelijke Tweede Kamergebouw. Ze hebben spandoeken en borden bij zich met teksten als "Wij staan voor het recht op protest." Ga wat beters doen met al die poenen, arresteer de echte klimaatboeven. Er is veel politie aanwezig. Voordat de actievoerders de snelweg opliepen, waarschuwde de politie nog: het is verboden u te begeven op de A12. U begaat dan een strafbaar feit, klonk het via luidsprekers. Politie-eenheid Den Haag, Adpol Den Haag, januari 28, 2023. In de afgelopen dagen zijn 7 aanhangers van Extinction Rebellion opgepakt vanwege de aangekondigde protestactie tegen de manier waarop de overheid omgaat met de fossiele subsidies. Ze hadden anderen opgeroepen mee te doen aan de blokkade van de Utrechtse baan. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze zich daarmee schuldig gemaakt aan opruiing. Ze zijn inmiddels weer vrij, maar ze mogen voorlopig niet op de Utrechtse baan komen. Een van hen is acteur Sieger Sloot, die ondanks een gebiedsverbod wel van plan is om te komen. Zo zei hij vandaag in het Volkskrant Magazine. Ook zangeres May Rolla en schrijfster Maartje Wortel doen mee aan de protestactie en staan tussen de demonstranten.